Wat hebben we net gedaan? Welkom bij een nieuwe vlog. We hebben net een nieuwe. Vandaag woensdag hebben we net een nieuwe SD-kaart gekocht. Oh, mijn arm doet nu al pijn. Echt wel? We hebben een SD-kaartje gekocht bij de Mediamarkt. Eindelijk. En we hebben vandaag allebei een joggingbroek aan. Of hoe heet dat, joggingspak? Jouw is van LA Sisters. Mijn is. Ik hoor alleen maar LA Sisters heel mijn leven lang. Ja? En mijn is van Black Bananas. En wij gaan nu. Mijn auto ophalen? Ja, een auto ophalen. Voor de laatste keer. Yes. En dan gaan we even zoutensoep eten. Ik heb dit lang niet gedaan, zeg. Nee, en daarna. Oh, sorry. Oh, ik heb echt mijn arm doet gewoon pijn. Hier, neem maar over. Ja, wat gaan we daarna doen? Daarna gaan we naar huis. We hebben daarna opnames voor Nessim's documentaire. Goedemorgen jongens, inmiddels heb ik mijn eigen auto weer net opgehaald. Ik ben net geparkeerd bij Witte de Wit en we gaan hier nou even zoutensoep eten samen. Ik moet even haasten, want ik kon geen parkeerplek vinden en Nessim is al geparkeerd. Dus ik heb even snel geparkeerd hier en nu ga ik naar Nessim toe. We zijn inmiddels bij Marco Mini. We waren er 11:45 en ze openen pas om 12 uur, dus we moesten even wachten. Toen waren we dus een paar meisjes tegengekomen voor de deur. En die deden dus een schoolopdracht. En als ze dus met een BN op de foto gingen, kregen ze 30 punten of zo erbij. Dus we gingen met ze op de foto, waren ze heel erg blij. Dus we zijn nu bij de Wangmini. Ik heb een broodje met granaten, dus dan een kousenband, een zoutensoep en een fles water. En toen aan het wachten en de rij is het geopend. Broodjes met garnalen en onze zoutensoep. Lekker. Ik heb echt lekker gegeten. Ik ga me nu echt een beetje opfrissen, een beetje make-up op doen. Dan heb ik zo eigenlijk een interview voor Nessim's documentaire. Ik vind zulke dingen echt zo spannend, want ik wil het echt nooit. Omdat het eigenlijk echt niks voor mij is en ik kom echt nooit uit mijn oren voor de camera. Maar ja, het wordt tijd dat ik die dingen wel gewoon ga doen. Ik heb gewoon ja gezegd, want ik denk van gewoon doen weer, niet nadenken. Goedemiddag alweer. Ik heb net opnames gehad voor de documentaire van Nessim. En ik vond het zo spannend. Het is echt zo buiten mijn comfortzone. Ik was ook echt zo zenuwachtig ervoor. Maar het ging eigenlijk best wel goed. Het ging echt goed voor mijn doen, hè. Ik heb niks opnieuw moeten zeggen of moeten filmen. Het ging gewoon goed eigenlijk. Ik vond het ook best wel leuk om te doen achteraf. Kijk, bij mij komt altijd het gevoel achteraf. Op het moment zelf denk ik van, oh nee, ik wil dat niet doen. Dus niks voor mij. Ik wil niet voor de camera's. Maar achteraf vind ik het altijd wel leuk om te doen. Ik vond de belichting wel echt fucking shitty. Wij vrouwen letten daarop. Ik ben gefilmd door twee mannen met van die grote camera's. Ik kreeg een microfoontje en zo. Ik vond de belichting echt lelijk. Maar ja, goed, dat is waar vrouwen weer op letten. Ik zei tegen hen, ja, is de belichting wel een beetje vrouwvriendelijk? Toen gingen ze glimlachen lachen naar mij. Nou, volgens mij was het echt niet zo. Maar maakt niet uit. Ik vond het echt oprecht leuk. Ja. Ik ben echt benieuwd naar de beelden. Dus dat heb ik nu opzetten. Ik ga nu rijden naar zo'n camerawinkeltje hier in de buurt. En die gaan mijn Canon repareren in plaats van Mediamarkt. Want als ik het bij Mediamarkt zou afgeven, zou het veel te lang duren voordat ik mijn camera terug heb. En ik ga nog 2 keer vakantie aankomende maand. Dus dat ga ik niet redden. Dus ik dacht, ik ga het even bij een andere winkeltje afgeven. En dan kan ik bij de vakanties nog vloggen. Want Nessie wou met onze vakantie ook nog vloggen. En daar heeft hij zijn eigen camera bij nodig waar ik nu mee film. Dus ik ga nu naar het winkeltje. En dan ga ik mijn camera afgeven. Ik wil mijn outfit showen, maar ik heb eigenlijk echt heel lelijke dingen bij elkaar gecombineerd. Maar ik ben wel echt blij met mijn nieuwe jasje van de Zara. Let niet op deze puis, die heb ik opeens uit niks gekregen. Het is zeg maar zo'n kort jasje en ik vind hem echt zo chill. Maar ik moet wel even een leuke outfit hebben met het jasje. En dan ga ik lekker outfit foto's maken. Ik vond hem echt zo leuk. En ik heb hem trouwens van Nessim gekregen. Want hij vond hem echt tof staan bij mij. Ik ben inmiddels bij Sarah. Echt super gezellig hier. Ik wil je één klein mommeltje laten zien. Wacht. Kijk dan. Kijk deze cutie. Hoe mooi is dit kind. Hij is zo rustig. Wel sinds ik hier ben. Hij heeft geen geluid gemaakt gewoon. Mami. Kijk dan. Zo'n lieveling hè.
Trouwens, Sarah vlogt nu ook. Ik ga jou even filmen. Sarah vindt mijn camera helemaal mooi, want ze heeft een andere camera. Ze gaat deze aanschaffen. Ik ga haar camera aanhouden. Ja. Dit is niet normaal. Het lijkt alsof je filter hebt. Ja, ze heeft deze camera echt heel mooi. Dit is geweldig. Ja. Mijn camera is zo donker. Nee, ja. We hebben net vergeleken, maar deze is echt veel beter. Dit is echt veel beter. En Sarah, die vlogt sinds kort dus ook. Ik ga even de link zetten hieronder en dan kunnen jullie haar vlogs ook volgen. Het is echt... Ze zijn echt super leuke vlogs, zijn heel informatief. Waar ging jouw laatste vlog over? Over acne. Ja, dus ga maar kijken snel. En de volgende is over pigment. Oké. Ik ga het allemaal erin zetten en dan zie je het allemaal daar. Ik kom net thuis bij mijn schatje. Ja, mijn andere schatje is daar, hè. Hi, lieverd. Ik kom dus net thuis van Sarah. Was super gezellig. Ik heb daar even gezeten. Even met de baby gespeeld. Even kijken, wat ga ik nu doen? Ik ga nu even snel eten, want ik heb echt heel erg trek. En daarna over een half uurtje heb ik een afspraak voor een medische pedicure. Ik heb even besloten om een medische pedicure te doen, want ik heb dus sinds kort opeens eczeem op mijn voeten. Ik ben echt zo'n iemand die altijd van die rare huidaandoeningen heeft. Ik heb ook eczeem op mijn handen, zoals je ziet. Is bijna weg, was echt veel erger. Het komt echt door het afwassen en door schoonmaakmiddelen en zo. En heel dat je handen was, want ik was mijn handen echt zo'n 20 keer per dag. Maar daardoor komt het dus. En nu heb ik het dus ook op mijn voeten. Dus dat wil ik even laten behandelen. Dus ik ga even langs de medische pedicure. Ik ga lekker mijn nagels verzorgen en mijn voeten. En daarna ga ik even langs Esme om een koffertje te doen. En dat is eigenlijk de planning voor nu. Ik heb het zo warm. Weer weet je eigenlijk echt niet wat je aan moet doen. Want ik heb nu een jasje aan. Ik heb het weer te warm. En als ik hem uitdoe, heb ik het weer te koud. Even kijken wat ik ga eten. Even eerst de kleintjes een snoepje geven. Wil je een snoepje? Ja, hè? Nina. Lida wil ook een snoepje, hè? Oké, momentje. Ik ben inmiddels aangekomen bij mijn afspraak. Oh. Ik ga even mijn voetjes verzorgen. Oké, ik ben net klaar met mijn afspraak. Ik heb mijn wimpers eraf gehaald. Zoals je ziet, ik had er zo erg last van. Ik ben overal gevoelig voor. Ook weer met dit. Het blijkt dus zo te zijn dat ik gewoon gevoelig ben voor bepaalde schoenen. Ik moet gewoon echt leer kopen. En daardoor heb ik een soort van reactie daarop ontwikkeld. Dus vanaf nu ga ik echt even alleen maar goede schoenen halen. Ik ga nu even snel mijn auto heen, want ik zie dat het heel hard regent. Ik ben inmiddels bij SBA aangekomen. Nou, als het goed is, heeft ze pizza voor mij gemaakt. Hij is over 6 uur klaar. Ja. En we gaan haar H&M bestelling hier uitpakken. En Kenji is er al in. Hoeveel artikelen heb je ook alweer besteld? Echt geen grap. Ze heeft echt iets van 50 artikelen besteld voor de vakantie. Ik kan niet. Is het zo'n grote kleine doos? Je hebt toch echt wel 5? Nee, het zijn zomerspullen. Het zijn zomerspullen. Ze lijkt helemaal heel weinig. Maar ze heeft echt 50 artikelen besteld. Dus die gaan we nu samen uitpakken. En dan gaan we lekker samen eten. Maar volgens mij, ja, je hebt al gegeten. Ietsjes, ik was dood, man. Maar wat wil je nu eten dan? Niet in het richting. Ja, dat mag wel. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga even snel mijn gezicht wassen. Mijn pyjama aan en dan ga ik lekker naar bed toe. Want morgen wordt op een zo'n druk dagje. Morgen komt Michelle bij opmaken. En daarna gaan wij naar het NYX event. Maar dat zien jullie morgen natuurlijk allemaal. Mensen zeggen dat jij niet meer lief voor me bent onder mijn vlogs. Nou, lieve mensen, mag ik jullie wat uitleggen? Ja, leg eens even uit. Ja, inderdaad. Ik heb liever dat... Oh, wauw! Wegpartij. Leg uit. Ik hoor heel veel reacties over mensen die denken dat het uit is tussen mij en meer. Of die denken dat ik niet meer van haar hou. Of dat ik minder lief ben of wat dan ook. Maar ik ben liever lief en in een goede relatie... En een goede band met mijn vrouw off camera, dan leuk doen on camera en dan in het echt soort van ruzie hebben en minder goed met elkaar zijn. Gewoon fake eigenlijk. Ja, gewoon fake. Ja. Onze relatie gaat top. Ik hou van mijn vrouw, maar ik hoef niet meer per se alles te delen met de hele fucking wereld. So suck my balls, bitches. Yes. Slaap lekker. Doei doeg.